Op de Maasvlakte investeren we in duurzame en efficiënte spoorontwikkeling. De aan- en afvoer van goederen in Europa en in Nederland is de afgelopen decennia enorm toegenomen. Betrouwbare, efficiënte en goed toegankelijke treinverbindingen bieden concurrentievoordeel voor Nederland. Daarom wordt door het havenbedrijf, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Unie geïnvesteerd in infrastructuur om deze groei te faciliteren. 75% van het Nederlandse goederenvervoer per spoor gaat via de haven van Rotterdam. Op dit moment wordt de terminalcapaciteit op de Maasvlakte flink uitgebreid. Een belangrijke randvoorwaarde voor groei is dat de zeehavens goed gesteld staan. Om voorbereid te zijn op verdere volumegroei van het spoor goederenvervoer, hebben het havenbedrijf en ProRail een logistieke visie voor het havengebied uitgewerkt. Daarin is aangegeven welke capaciteitsknelpunten in het havengebied moeten worden aangepakt. Deze knelpunten lossen we op door te investeren in processen en infrastructurele maatregelen. Op de Maasvlakte investeren we in duurzame en efficiënte spoorontwikkeling. De ontwikkeling wordt gefaseerd uitgevoerd en bestaat uit de aanleg van een nieuw spooremplacement Maasvlakte Zuid, de elektrificatie van de Distri-driehoek en de buitencontour en maatregelen in de C2-bocht. Om de spoorcapaciteit van emplacementen op de Maasvlakte te vergroten, leggen we het spooremplacement Maasvlakte Zuid aan. Dit spooremplacement bestaat in de eindsituatie uit 24 opstelsporen verdeeld over 4 bundels, geschikt voor goederentreinen van 740 meter, en 2 doorrijsporen. Om het logistieke proces te optimaliseren en verduurzamen, elektrificeren we de laatste delen van de havenspoorlijn op de Maasvlakte. Om de eindbestemming in de haven te bereiken, moeten treinen nu nog wisselen naar een diesellocomotief. Dit zorgt voor langere wachttijden. Door de Distri-driehoek en de buitencontour te elektrificeren, zorgen we ervoor dat deze diesellocomotieven niet meer nodig zijn. Met als resultaat een lagere uitstoot, minder stops en kortere wachttijden. Op dit moment kruist het spoorverkeer elkaar nog in de C2-bocht. Dat leidt tot reistijdverlies omdat treinen moeten wachten voordat ze naar de terminals kunnen worden gereden. Dankzij de maatregelen in de C2-bocht wordt het kruisend spoorverkeer ontvlochten. Met als resultaat dat er dagelijks fors meer goederentreinen de bocht kunnen passeren. Het havenbedrijf gaat in de periode tot en met 2027 de eerste bundel van het emplacement realiseren. Om deze spoorontwikkeling mogelijk te maken, zal de ondergrondse infrastructuur op de volgende locaties waar nodig worden aangepast. ProRail en het havenbedrijf zetten in op een robuuste achterlandverbinding via het spoor. Met al deze investeringen verbeteren we het internationaal goederenvervoer over het spoor, verminderen we het transport over de weg en hebben we een goed alternatief voor de binnenvaart ten tijde van hoog of laag water. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan het realiseren van het Klimaatakkoord en de Europese Green Deal. En werken we samen aan een goede bereikbaarheid van Nederland en het Europese achterland.